Studio 100 presenteert Dance, the musical. Musicals zijn vaak gebaseerd op bekende thema's of langspeelfilms. En toen wij jaren geleden in Londen musicals gaan bekijken waren, vroegen wij ons af, hebben wij in Vlaanderen een groot bekend thema? En we kwamen al snel bij Dance terecht, om de eenvoudige reden dat er een waanzinnig mooie film van gemaakt is. Het is mijn taak het woord van God verkondigen. Maar uw grijsaards hebben dat niet nodig. De bedoeling is dat de musical echt gebaseerd is op de film. En de film is het uitgangspunt. De voornaamste reden daarvoor is dat ik denk dat de film zeker bij ons hier toch een aantal beelden op het netvlies heeft geprent van een aantal mensen. En dat er bepaalde verwachtingen zijn. En het denk ik niet verstandig zou zijn om per se bepaalde dingen te willen veranderen. Maar anderzijds is het natuurlijk geweldig en juist dat is ook de boeiende uitdaging om met musical iets meer te kunnen brengen, iets wat een film niet kan doen, en de emoties op een andere manier over te brengen, namelijk via de zang, via de muziek. Gij bent geen priester meer. Je mag zelfs geen soutane meer dragen, Adolf. Wat gaat je doen? Wat gezegd? Priesterschap op het heeft niks te maken met het kostuum. Nu is het zo dat, en dat is eigenlijk quasi een mirakel, dat eigenlijk in de film Dance zoveel elementen zitten die de pijlers zijn ook van elke goede musical. Het is een verhaal waar zeer duidelijk herkend wordt wie goed is, wie slecht is. Dat geeft de nodige spanning, maar dat geeft ook aan het publiek de nodige gelegenheid om mee te leven, om empathie te hebben met een aantal figuren. Het gaat over een vrijheidsstrijd, als het ware, dus men gaat automatisch mee met de held en er is een love story. Hey, kom van de dans! Ja, mevrouw. De katholieken. Dat moet je kopen. Ik heb er iets ingeschreven, speciaal voor u. Als u ze koopt, zal ik het u voorlezen. Lees de sossen die kunnen niet lezen. Trouwens, die gazet stinkt naar Del. Voor mij is de grote uitdaging om muziek te schrijven, altijd trouwens, maar vooral bij Dans, om muziek te schrijven waar verschillende lagen in zitten. Het is te zeggen, de eerste laag, dat is de melodie, de laag die iedereen onmiddellijk kan herkennen. Maar ik wil ook ervoor zorgen dat er een aantal lagen in zitten, zodanig dat de grootste criticaster en de wereldberoemdste muzikoloog, als die naar de musical komt, ook zegt van verdorie, daar zit na dat laagje, zit daar nog een laag en nog een laag. En dus ik wil dat alle parameters van waarmee muziek gemaakt wordt aanwezig zijn en dat het allemaal kleine diamantjes zijn die schitteren onder de spots. Het is geen musical die we maken voor het specifieke musicalpubliek. Het is een musical die we maken voor iedereen. De mensen moeten naar Dance komen kijken omdat het hun verhaal is. En omdat het hun gevoelens zijn. En omdat Dance een gevecht uitvecht dat we eigenlijk, groot of klein, allemaal in ons leven minstens één keer moeten uitvechten. Ik heb er meer dan alle vertrouwen in. Dance, the musical. Vanaf oktober 2008 in Antwerpen.